zijn rug mee vliegen. Zo zie je maar. Zelfs heks doet wel eens iets goeds, ook al is dat niet haar bedoeling. Zo heeft de reus ooit... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat er anders was. Zal ik erover vertellen? Weet je, Assepoester heeft iets meegemaakt. Dat moet ik je vertellen. Ik ben de Sprookjesboom. Wie ben jij? Ja, mensenkind. Nou sta je in ons te praten met de Sprookjesboom. Het zonnetje schijnt. Dat vind je vast net zo fijn als ik. Ik wil niet nieuwsgierig lijken. Maar hoe oud ben jij? Oh, maar dat is nog lang niet zo oud als ik ben. Zeg, dat verhaal over Assepoester, wil je dat nu horen? Jij lijkt mij wel iemand voor een verhaal over hem. Of toch liever eentje met Roodkapje. Kies maar. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was dus een dag dat het anders was. Dat is een kleintje.